Nou, hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. Het is vrijdag, om en nabij de klok van plus minus 4 uur 44-achtig ongeveer. En ik denk dat jullie dan allemaal wel weten wat dat betekent. Ha, dan ga ik een vraag beantwoorden. En jullie zien mij zitten in die oude setting, hè, met die... Oh, hij piept niet meer. Het was voorheen een piepende tafel, maar hij piept niet meer. Dus nu is het gewoon een tafel die voorheen gepiept heeft. Hey, dan ga ik in mijn oude setting ga ik een vraag van jullie beantwoorden. Maar niet voordat ik even heb verteld dat ik 23 september een kleine rendezvous heb in het Zeehelden Theater in Den Haag. En gaan we onder andere gaan we dan dit doen. Ik ga een gongsessie doen. Ik ga live een tabaksmedicijnritueel doen. En misschien ga ik nog wel een ander ritueel doen. Dat weet ik niet. Dat hou ik even voor mezelf. En er zijn nog kaarten. Het gaat best wel hard. En dat vind ik heel erg leuk. En daar ben ik best wel trots op. En dat betekent hoe meer ziel, hoe meer vreugd. We gaan er een hele gezellige boel van maken. Ik zal de link hieronder zetten. Of in mijn bio, zoals ze dat zo mooi professioneel zeggen. Op Instagram en op internet. En dan kunnen jullie lekker kaartjes kopen. En dan zien we elkaar 23 september. Goed. Vanuit de oude setting. Hè? Vergeet ik helemaal te vertellen. Ik opende laatst per ongeluk mijn vraagvakantie Vincent's mailbox. En toen zag ik nog een paar oude vragen staan van nog een vorig seizoen. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar Vincent, die mensen die zitten godverdomme te wachten op een antwoord van jou. En die hebben de moeite genomen om een vraag te stellen. En Vincent, zou Vincent dan niet zijn als Vincent dan niet bij zichzelf dacht, kom op Vincent, ga die vragen ook eens even beantwoorden. Dus ik ga uitpakken vandaag. En ik ga niet uitpakken door al die vragen te gaan doorlopen, want daar zit niemand op te wachten. Ik zou één vraag per keer doen. En dat gaan we dus ook doen. Dus nou ja, daar komt die setje schap. Ik ga een vraag beantwoorden. Daar komt ie. Legendarische Vincent. Oh nee, het begint met vraag aan Vincent. Ook wel handig om te weten dat je in het onderwerp erbij zet dat het een vraag voor mij is. Oh, mochten jullie een vraag hebben, pleur hem hieronder neer. Dat is lekker overzichtelijk voor mij en hoef ik die geile mailbox niet te beantwoorden. Nou, daar ga ik nu dan echt, hè. Legendarische Vincent. Weg ermee. Ik vroeg me af, wanneer kom je op het keerpunt in je leven dat je echt de status veteraan krijgt? Is dit door ervaring, hardcore door alles door elkaar gebruiken of een combinatie van beide? Ik vind dit echt een oprecht interessante vraag aan jou. En dan moet ik lekker weten. Doei, dikke lebber van Robin en Jessie. Nou, dan had je moeten zeggen, dan moeten wij lekker weten. Maar als jullie dat een oprecht interessante vraag vinden, ja, dan moeten jullie dat lekker weten. Ik vind het ook wel een interessante vraag, want anders had ik het niet beantwoord. Ja, als je al de status veteraan wil verkrijgen, waarom zou je dat willen? Hè? Dat is denk ik, als je op een punt komt in je leven dat je tot het besef komt van hardcore alles door elkaar gebruiken en daardoor meestal helemaal de weg kwijt zijn en niet weten wat je überhaupt aan het doen bent of gedaan hebt. Dat je dan op het punt komt van dat je denkt van, nou, dit werkt niet. Hè? Misschien moet ik het eens anders aanpakken. Ik weet niet wat je gebruikt, maar als jij helemaal van God los bent door de koken, door de alcohol, of weet ik van wat voor andere tering zou je er allemaal ingooien, ja, daar schiet je echt niks mee op. Ik bedoel, je bent hier maar één keer op aarde in deze vorm, voor zover ik weet. Ja, en dan kan je maar beter zoveel mogelijk ervaren en leren. En dat doe je denk ik niet door elke keer helemaal naar de cholera te gaan. Gok ik. Weet je, het is ook leuk dat als je een lekker wijf hebt liggen vingeren, dat je de dag daarna nog weet, oh, ik heb een lekker wijf liggen vingeren. Hè? En ik heb de telefoonnummer nog. In plaats van dat je dan aan het vingeren bent en dat het wijf denkt van, Jezus, maar die gast, wat is die aan het doen? Die is echt helemaal de weg kwijt. Hij zit mijn knieholte te vingeren en mijn klit die kan hij niet vinden. Hè? Dat soort dingen. En dan geeft ze je nummer ook niet. Is dat het waard? Is dat het waard? Maar goed. Op een gegeven moment leer je dus, in plaats van dat de stoffen jou gebruiken, dat jij sommige stoffen leert te gebruiken. En dan heb ik het over LSD, paddenstoelen, DMT, ja, oké. 5-MeO, DMT, de cacti, San Pedro, peyote en ayahuasca en dat soort dingen. Die kan je heel goed voor je laten werken. Die kunnen jou helpen stukken van jezelf te helen. En jou een stukje verder op de ladder, de evolutionaire ladder te brengen. Hè? En dat jij leert wat je eigenlijk bent. Wat wij eigenlijk zijn en wat het leven werkelijk inhoudt. Hè? Dat is vele malen interessanter. En heel veel mensen die vinden het heel erg stoer en om helemaal uit hun dak te gaan, helemaal naar de kloten te gaan. Maar ja, wat de medicijnen eigenlijk doen, die houden jou een spiegel voor. Hè?
En die helpen jou een beter mens te worden. En er is niks hardcorder dan jezelf in de spiegel. Jezelf in de spiegel te durven aankijken. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat heb ik allemaal uitgevroten in mijn leven? En is dat echt wie ik wil zijn? Is dat echt hoe ik mezelf wil presenteren? Is dat wat ik wil, de wereld in wil helpen? En dat is het hardcoreste wat jij kan doen in je leven. Eerlijk naar jezelf kijken en daarvan te leren. Ik ben al maar 5 minuten bezig. Altijd, dus ga er altijd in met een juiste intentie. En onder goede begeleiding. En de grootste lessen liggen vaak in de laagste doseringen. Dat je ook echt nog... Ik heb ook wel eens 15 glazen ayahuasca gedronken. En dat ik van toeten nog blazen wist. En dat ik helemaal de weg kwijt was. Dat is een ergens op een adelaar door het universum aan het zweven was. Ja, dat is heel erg kicken. Maar wat haal je daaruit, weet je wel? Soms liggen de grootste lessen juist in de shallow. In het ondiepe. Hè? En dat moet ik lekker weten. Maar dat is wat ik ervan vind. Dus doe je voordeel mee, weet je wel. En als jij zo graag een veteraan wil worden, ja, dan moet jij dat lekker weten. Ik bedoel, ik hoef die status niet te hebben sowieso. Wat moet je met status? Het is maar een status van een stel mensen waar je eigenlijk niet zoveel mee te maken hebt. En eigenlijk ook weer heel, heel erg wel, want uiteindelijk zijn we allemaal één. Hè? En ook dat leer je van die stoffen. Jongens en meisjes, dit was hem alweer. Eén vraag per keer, ja, dat is toch wel heel erg sumier. Maar ik denk dat het toch wel fijn is voor jullie en voor mij ook. Want dan hou ik nog tijd over voor andere dingen. Ik zou zeggen, lieve mensen, een heel fijn weekend allemaal. En mocht je in dit weekend iets gaan doen waarvan je denkt van... Goh, ik wil naar de kloten. In hoeverre is naar de kloten echt naar de kloten? Ik denk dat het heel erg naar de kloten is. En zijn er niet andere manieren waarop je... lekker naar de kloten kan gaan, maar toch lekker bij de pinken blijft en er ook nog wat van meeneemt. Dat is mijn antwoord. En je doet het er maar godverdomme lekker mee. Lieve mensen, een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal.